In het Mallebos bij Spijkenisse wordt op dit moment gezocht naar de vermiste Farida Zarkar. De politie beschikt over concrete aanwijzingen over een bepaalde plek in het bos. Het Nederlands Forensisch Instituut vond gisteren in Spijkenisse een voorwerp dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek naar haar verdwijning. Wat dat is, wil justitie niet zeggen. Het werd gevonden in de grond onder een schuur achter een woning in de Venestraat in Spijkenisse. Voor de vermissing zit een 34-jarige bewoner van het huis vast. De Rotterdamse reder Jumbo Shipping gaat nog voor het eind van deze maand bewapende beveiligers op schepen mee laten varen als bescherming tegen Somalische piraten. Op dit moment is het volgens de Nederlandse wet nog niet toegestaan. Het ministerie van Defensie wil wel 50 teams mariniers inzetten om schepen te beschermen. Maar volgens de agent van Jumbo Shipping is dat niet voldoende. De Tweede Kamer debatteert morgen over deze kwestie. Een bedrijfspand op industrieterrein Noordwest in de Bombaystraat in Rotterdam is vanmorgen helemaal uitgebrand. Het vuur brak rond 4:30 vanmorgen uit. De brandweer heeft naastliggende bedrijven weten te redden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Net zoals de afgelopen dagen begint de dag opnieuw grijs met lage bewolking, plaatselijk mist. Vooral vanmiddag zijn de flinke zonnige perioden, blijft het overal droog bij temperaturen van zo'n 12 of 13 graden. En de wind waait matig, windkracht 3 of 4 en komt uit het oosten.